Oh, oh my god. Oh, we hebben echt tering veel. Iets meer. Ik wil herrie maken. Ik ben er helemaal klaar mee. We gaan nu een emmer met water, want we gaan de vaas vullen. Leuk! Hoe cute. I freaking love it. Ik pak een chili noedels. Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is maandag en dat betekent nieuwe week. En ik ben onderweg naar mijn school. Verdomme kuttaxi. Ik heb gewoon voorrang, bitch. Hard nodig. Echt vet, vet, vet uitgegroeid. En ik wil ze ook even een stukje korter, want ze zijn veel te lang. Ik kan er helemaal geen kloot mee. Nou, op zich wel, maar nee. Ik vind het gewoon helemaal niet chill. En ik wil helemaal niet zo lang, maar het gebeurt gewoon zo snel. Ik doe ongeveer elke 3,5 week mijn nagels. 3,5 week. 4 is echt te lang gewoon. Ik irriteer me nu al dagen aan deze nagels. Maar goed, ik weet echt ook niet wat ik wil. Ik denk dat ik gewoon een simpel kleurtje ga doen of zo. Of gewoon helemaal naturel. Ja. Misschien ga ik gewoon wel helemaal naturel doen. Ja, dat is ook wel een goeie. Maar goed. Ja, lekker onderweg. Koffietje, got it. En ik ben eigenlijk alweer vet te laat. Maar ja, vanochtend ook. Oh, Stan sliep bij mij. En we hadden het wekker om 7 uur gezet. Want hij moest rond 7:15 de deur uit. En ja, die wekker gaat. Maar we vallen gewoon weer slapen. Dus ik had nog een wekker gezet, 10 minuten later. Maar weer doorheen geslapen. Ik moet gewoon, wil ik wakker worden, echt 20 wekkers zetten. Want anders word ik gewoon niet wakker. En ja, Stan die slaapt dan natuurlijk ook gewoon een soort verder. Als je met iemand bent die dan ook verder slaapt, weet je wel. Dus hij heeft wel snel dat als hij alleen is, dat hij gewoon zijn wekker zet en dat hij gewoon wakker wordt. Maar als hij dan bij mij in bed ligt, dan gaat hij ook gewoon verder slapen. En opeens schrikt hij wakker, is het alweer 7:55. Dus hij was echt alweer 20 minuten te laat. Dus ja, hij was sowieso weer veel te laat op school. Maar ik heb dat zo vaak, vooral op maandag. Dan ben ik zo moe van het weekend. Dan vind ik het echt niet chill om op te staan. Terwijl de rest van de week wil ik echt gewoon lekker 7 uur mijn bed uit en sporten. Maar goed, oké. Ik zie jullie zo met mijn nieuwe nagels, hoop ik. Ik ben net terug van de nagels. En mijn haar is echt een drama. Maar kijk hoe cute. Ik heb echt 100 uur zitten zoeken naar iets. En we zijn uiteindelijk hierop gekomen. Ze gaat namelijk op vakantie. Daardoor kan ik nu 5 weken niet. Dus ik wilde ze lekker kort. Maar zo kort wilde ik ze sowieso wel. En dan niet een kleurtje. Want als ze dan dus gaan uitgroeien, zie je het bijna niet. Als ze gewoon zo'n naturel dingetje hebben. Maar ik wilde dan wel nog gewoon even iets leuks speels. Dus daarom bloemetjes met hele subtiele kleurtjes. Heel cute. En toen ik thuis kwam, zag ik een vet leuk pakketje van Björn Borg. Super chill. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Voor degenen die mij elke week kijken, weet ik dat ik vaker heb samengewerkt met Björn Borg. En ik vond dit echt een top samenwerking. Dit is ook weer een samenwerking. Ik heb vet, vet, vet veel leuke sportjes voor de pre-summer collection. Allemaal leuke kleurtjes ook. Deze collectie bevat 70% meer sustainable materialen en zo. Dus het is echt super chill. En het ziet er allemaal zo leuk uit. Ik ga het even jullie laten zien en natuurlijk aandoen. Laten zien hoe het bij staat, welke maat ik heb. Ja, Björn Borg staat echt voor hun motto Train to Live. En voor degene die het laatste tijd wel een beetje merken, ik ga echt 5-6 keer in de week naar de sportschool. En ik merk dat mijn mindset echt zo lekker erop gaat of zo. Je voelt je gewoon zoveel beter bij. Lekker sporten, lekker bewegen. Ik doe niet eens voor een echt mega resultaat voor mooie billen of weet ik het allemaal. Maar ik voel me er gewoon echt veel beter bij. En ik voel gewoon dat mijn dagen gewoon lekkerder en soepeler gaan. En ja, ik kan het echt iedereen aanraden. En zoals ik pas ook zei, een grote motivatietip om naar de sportschool te gaan of om überhaupt te sporten, is om leuke setjes te hebben. Dat is gewoon echt zo. Als je je goed en zelfverzekerd in je setjes voelt en in je sportkleding, dan ja, kan je gewoon lekkerder sporten. En dan zit je gewoon
dan voel je jezelf gewoon net zoals dat je je leuk aankleedt en opmaakt. Dat heb ik dus ook echt met leuke sportsetjes. Ik heb een kortingscode, die staat hier in beeld. En de collectie bestaat echt uit sportpakjes, maar ook chillen, truien. Ze hebben zelfs underwear, sokken, alles. Dus ik weet gewoon even soort niet waar ik moet beginnen. Oké, ik ga beginnen met de sportsetjes. Deze vond ik echt fucking leuk. Kijk hoe leuk deze is. Van voor is hij dus zo. En van achter heeft hij deze leuke regenboogkleuren. Voor de LGBTQ support natuurlijk. Be proud. Ziet er heel chill uit. En ik heb volgens mij, ik heb deze in maat M. Heel erg leuk. En daarbij dus een bijpassend broekje. Kijk hoe chill. Die heeft aan de zijkant ook van die regenboogstrepen. En ja, de stof voelt gewoon zo chill of zo. Het ziet er ook gewoon echt super mooi uit. Deze heb ik ook in maat M. Ja, dit is het eerste setje. Dan hebben we het volgende setje. Dit is het korte broek setje. En deze vind ik echt... Hij zit zo mooi en zo lekker. Hij zit echt niet normaal chill gewoon. Kijk hoe leuk die top is. Zit echt mooi. En hoe leuk zijn die strepen aan de zijkant. Ik vind het echt helemaal chill. Zit mooi. Lekker. Kan er goed in bewegen. Dus dat is echt top. En dan heb ik dit setje. Dit is een gewoon wat meer basic setje. Maar ook wel leuk. Deze zwarte. Deze top in het zwart. Deze heb ik ook in maat M. En van de zijkant is hij zo leuk. Van achter wat gaas. Dus dan zit het veel luchtiger. Lekker doorluchtend voor de zomer. Ik vond het zo heet met in die sportschool, niet normaal. En dan daarbij de passende legging. Hele leuke legging. Met hetzelfde vorm. Oh, wat leuk. Het is echt van dat glimmende stof. En dan hier gaas. Oh my god, dat is echt heel erg leuk. En I'm in love. Kijk hoe leuk dit is. Het staat toch te geweldig bij elkaar. Leuk die strepen zo. En ik vind dat glimmende in de legging echt vet leuk. En dan dat gaas. Echt vet, vet leuk is dit gewoon. Even serieus. Dit is toch een te leuk sportsetje. Ik vind deze top ook heel mooi zitten. Dan heb ik hier een joggingspak. Als eerst deze super leuke sweater. In het groen. Ja, ik heb meerdere truien van Björn Borg. Dat is top. En daarbij een heel leuke, passend broekje. Dit is gewoon helemaal chill voor de zomer, eerlijk. Het is toch echt zo'n top outfitje wat je even aandoet. Allebei maat M. Leuk die pant. En dan dit vet leuke pak. Echt serieus. Dit is toch super leuk. Allebei dus in maat M. Helemaal top. En dit is echt helemaal chill voor de zomer gewoon. I freaking love it. Doe ik altijd gewoon een beetje onder mijn BH. Broekje zit top. Heel erg leuk. En die band vind ik echt heel erg leuk. Dus ja, is dit ook helemaal chill. Dan een superleuk shirt. En ik vind het ook heel chill om in een shirt te sporten. Echt heel chill. Leuk beige. Met groene letters. Hier een mooi kraagje. Heel leuk. Ook in maat M. En ik vind het heel chill om gewoon altijd even een shirt over mijn sportkleding heen te gooien. En als ik het heet krijg, dan doe ik hem wel uit. Maar gewoon ja, als je naar het sportschool toe gaat of zo, is het natuurlijk wel gewoon chill om even iets over je sportkleding heen te hebben. Dus deze helemaal fijn. Dan dus dit vet, chille, luchtige shirtje. Nou, dit is gewoon overal leuk op. Hartstikke chill. Hij is lekker zacht en luchtig. En ja, zo kan je dan dus zo lekker naar de sportschool lopen. En dan als je in de sport bent, dan kan die uit. Maar dit is toch helemaal chill. Dit zit zo top. Het voelt echt alsof ik gewoon bijna niks aan heb. Helemaal chill. Dan heb ik hier nog een ander sportshirt. Dit is een tanktop. Dus hier kan je ook gewoon lekker sporten. Lekker geen mouwen. En het voelt allemaal zo als fijne stof aan. Ook in maat M. Dus in het wit. Nou, dan deze tanktop. Die is eigenlijk ook overal goed op. Ik heb dit ook helemaal nog niet, dus dat vind ik echt super chill. Het ziet er ook een beetje uit als een tennis outfitje of zo. Ja, dit is ook helemaal chill. Dit is ook echt top. Als je gewoon niet even in de mood bent voor een sport BH, maar gewoon even dit wil, is het echt super. Heel mooi ook. Echt mooie kwaliteit ook. Heel fijn.
Dan heb ik nog hele leuke sokken. Deze had ik, heb ik ook al. Gebruik het ook heel veel, doe ik veel aan met sporten. Helemaal leuke kleurtjes ook. Pas helemaal bij het thema. En dan als laatst nog een 2-pack met string erin. En dit zijn van die microfiber strings. En die, ja, ik heb er ook onderbroeken van. En die zijn zo zacht en zo dun. Je ziet ze gewoon bijna niet zitten. Dus dat is natuurlijk vet chill voor het sporten. Want het is zo lelijk als je zo'n string er doorheen ziet, vind ik. Het is gewoon heel dun, zacht stofje. Het is gewoon eigenlijk een soort van bijna invisible. Nou, vet chill. Heel chill voor onder een sport outfitje. Ik denk dat het echt heel chill is. Neutrale, een beetje in een beige kleur en in het zwart. Dan wil ik jullie vertellen dat ik natuurlijk ook een hele chille kortingscode heb. En die zal hier in beeld staan. Dit geeft je 20% korting op alle websites en in de Björn Borg stores. En ze hebben ook free worldwide shipping. Dus waar je ook bent, bestel. Ik ga weer lekker verder werken in mijn chille pakkie. Helemaal top. Wil je dus ook iets bestellen? Check de link in de beschrijving. En de kortingscode. Ik ben helemaal in love. Het is inmiddels 4 uur en ik ga lekker sporten. En ik ga sowieso even mijn nieuwe sportsetjes aantrekken. Wacht, die liggen hier trouwens. Deze vond ik echt heel chill, dus die ga ik lekker aandoen. Hoi schatten. Oh my god. Het is inmiddels 10:30. Ik heb de vlog geëdit. Ik heb wat samenwerkingen geëdit. Ik heb nog aan school gezeten. Dus ik heb helemaal een productieve avond gehad. Ik heb voor mezelf ook wat op maandagavond ingepland. Maandagavond is een avond dat je eigenlijk zowat nooit wat doet. Maar ingepland om lekker de vlog te editen en al die shit te doen. Dus dat ga ik allemaal vast afspreken. Afstrepen doe ik morgen. En met Jill, morgen heb ik op de planning staan om verder aan school te gaan. Dus met Jill. En 14 juni ga ik naar Parijs met Sophie en Bo. Dus morgenavond gaan we er ook even voor zitten. Gewoon even ja, overal dus Parijs bespreken. Gewoon helemaal leuk. Dus dat. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik ga lekker in bad. Ik heb er zoveel zin in. Het is hier nou geel kudli. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is alweer 9:30. Ik heb lekker gesport. En ik werd wakker gebeld door Anne vanochtend uit mijn bed. Echt heel erg. Ik had nog een wekker gezet, maar ik heb hem gewoon niet gehoord of zo. Toen belde ze me wakker. Toen zei ze, ik sta voor je deur, zeg maar. Dus het was even een snelle ochtend. Ik ga nu lekker douchen en dan ga ik weer naar school. Ik heb lekker vanochtend een Y-food gedronken. De cold brew coffee. Heel chill. Lekker naar het sporten. Het is nu 2:30 en ik heb wel weer honger gekregen. Dus ik ga weer die noedels maken die ik de vorige week vlog ook had gemaakt. Want die waren fucking goddelijk. Dus ik ga naar de supermarkt aan het halen. Zo, we hebben de heerlijke noedels weer klaarstaan. Ik heb dus hetzelfde als vorige keer gedaan. Het was 1 pakje noedels. Ik heb nu een flavor duck. Die heb ik nog nooit op, maar benieuwd. Vorige keer had ik shrimp. En dan doe ik dat in de pan, kook het, giek het water eraf. Laat een heel klein beetje water achter zitten. Dan doe ik er een heel klein beetje melk doorheen. En een rauwe ei, dat is altijd goed mengen. Dat het echt een soort, ja, één geheel wordt. En dan doe ik heel veel kruiden erbij, echt van alles wat. Ketchup, sojasaus. Wat nog meer, ik heb heel klein beetje kaas erin gedaan, maar echt maar een heel klein beetje. Dan bosui, sriracha. Nou. Helemaal shit. Dan heb je al fucking chille noedels. En zo gemaakt. Helemaal moken. Verder dan. Het is inmiddels avond. En ik ga zo meteen lekker met Sophie en Bo borrelen. Op de dinsdag. Want zo. We gaan dus naar Parijs. En daar gaan we lekker over kletsen. En over leven. En love it. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik zou eigenlijk vandaag moeten opstaan, sporten, cardio was het. En dan zou ik naar kantoor gaan, maar ik werd vanochtend wakker en ik was zo moe. Ik kon gisteravond ook niet in slaap komen. Het is namelijk de time of the month en ik had zoveel krampen en zoveel pijn dat ik gewoon niet kon slapen. Dus ik sliep echt pas om 2:30 of zo. Dus dat was echt niet zo fijn. Dus toen werd ik vanochtend wakker en ik dacht,
Ik bleef lekker in mijn bed liggen. Ik ga het mezelf ook allemaal niet aandoen, want ik maak het mezelf alleen maar super moeilijk. Ik heb een jas aangetrokken die ik al anderhalf jaar in de kast heb liggen, maar ben gewoon mee vergeten. Hoe leuk, zo'n lange trenchcoat. En je ziet nog leuk mijn oranje mouwtje eruit komen. Helemaal cute. Ik ga nu rijden naar Amsterdam, want ik ga naar kantoor weer, eindelijk gezellig, super lang geleden. Fuck, veel zin om die meiden te zien. Echt lang geleden, morgen ga ik weer heen, want we hebben een event, dus dat is ook helemaal gezellig. Dus ja, helemaal zin in, leuke dagen. En ik ga gewoon lekker werken aan mijn scriptie op kantoor, dus dat wordt helemaal chill. Zo, de meid is er weer in Amsterdam, lang geleden. Normaal kom ik zo vaak. Maar we zijn terug bij mijn scriptie. Ik ben helemaal in love met mijn oudste. Helemaal chill. Maar ik ben er bijna. We gaan dus ook met de girls naar Barcelona van werk. Dus daar ga ik ook voor kijken. Zo wanneer ik langs gaan. We gaan er 2 maanden heen of zo. Helemaal leuk. Helemaal gezellig. Het is ook echt fucking lekker weer, jongens. Het waait wel een beetje, maar het is wel gewoon echt super warm. Ik ben op kantoor met de girls. Ga lekker lunchen. Ik had een coupon gekregen van Deliveroo. En dan kan je dus Joe & Juice bestellen. Heel chill. Ze hebben allemaal fucking lekker eten. Helemaal chill. Oh ja, en ik wil jullie trouwens mijn outfit nog laten zien. Want dat is me niet gelukt. Echt zo'n leuk topje aan. En een broek. Van allemaal van Chiquelle. Oh. Leuk. Zo, we hebben echt tering veel. We hebben allemaal toen een avocado sandwich, ginger shots, smoothies. Oh my god. Helemaal chill. Oh. We gaan een ginger shot doen. Like that's with tequila shot. Ja. Yeah. Worse. Oké. Okay. But worse, but well better. Ik ga het doen. Nou, ja. Yeah. Toch? Ja. Yeah. It's shot. Dit is niet zo'n hele erg. Maar dit is zo veel. Ja. Oké, okay. Maar dit krijg je toch niet in één keer weg? Tuurlijk wel! Ja! 3, 2, 1, cheers! Dit is gewoon sinaasappelsap. Ja, het was pretty oké. Okay. Yeah. I didn't want low. Oh, het was oké. Yo, even snel. Ja? Yeah. Ze hadden bij die ene manier gespeeld bij die andere. Ja? Ze hebben hier nog maar één van de Chambry, maar dat is dus met glitter. Heel lekker deze. Ja. Yeah. Nou, ik heb de hele dag op kantoor gewerkt. Not a girl. En we gaan nu weer naar huis. Going home. Finally. This was Maggie from the McDonald's mukbang. Hello. Some comments were, oh, she's so cute. And blah, blah, blah. Oh, nice. Yeah, I will look. Oh, it's quite cool. I think it was not appropriate today. Yeah. Oh, my thing, I can't be here. But, ja, ik ga nu naar Stam. Gezellig, we gaan eten. We hebben een chille dag gehad. Het is echt alweer 5 uur of zo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag en het is vandaag hemelvaart. En ik heb een superleuke lunch op een boot in Amsterdam op de doorgracht heen. Nou, vet, vet leuk. De zon schijnt, dus dat komt ook helemaal goed. Van Fresios.bio. Het is een slow juice company, dus... Heel erg benieuwd. Ik denk dat het super gezellig wordt. Maar ik ga nu eerst sporten. Het is nu 8 uur. Gisteren heb ik niet gesport. Dus ik ga vandaag denk ik een beetje cardio doen. Want ik heb gisteravond bij Stan nog een beetje billen benen getraind. Dus dan ga ik vandaag een beetje cardio doen. En heel veel mensen vragen of ik mijn sportroutine wil laten zien. Maar het lijkt me leuk om dit een keer in een TikTok te doen. Dus let me know wat jullie daarvan zouden vinden. En dan ga ik dat of course aan jullie laten zien. Oh, wat een workout. Heerlijk lekker voor cardio gedaan. Met cardio doe ik altijd even een hellinglopen, traplopen en roeien. Dat is het eigenlijk, maar wel 3 kwartier lang in totaal. Dus gewoon even kort maar krachtig. Maar daarna kan ik ook niet meer. Ik denk, kan ik nog wel een cardio oefening gaan doen. Maar dan ben ik helemaal kapot en dan zit ik een beetje half te doen. Dus dit is top, want ik heb vandaag ook een event in Amsterdam. Dus daar moet ik om 12 uur zijn of zo. Dus het komt er helemaal goed uit. Ik kan nu lekker douchen, klaarmaken en alles. Het is helemaal leuk. Echt een helemaal leuke dag. Het is echt heerlijk weer. En ik zit lekker buiten. Ik dacht, ik ga even lekker ontbijten. Want ik heb dus net gesport. Zo een honger als ik terugkom van het sporten. Want ja,
je hebt gewoon nog niks gegeten en dan ga je sporten en dan krijg je gewoon vet veel honger. Dus wat ik heel chill vind de laatste tijd is om gewoon een eitje te pakken of iets van muesli te eten. Muesli, granola. Want dat vult gewoon zo lekker. Mijn eitje vult niet echt. U wilt ook niet een vet groot ontbijt. Dus een yoghurtje met een muesli'tje of zo is echt top. En ik heb dus toevallig een pakketje binnengekregen van mijn muesli. En I'm so obsessed met hun muesli. Ik heb het ook allemaal. Ik heb het ook aan Stan gegeven. Bij Santa is het ook alleen maar aan het eten. Want ik heb echt vet veel. En ik heb nu weer vet veel. Mijn muesli is de eerste start-up waarbij je dus je eigen muesli kan mixen. Dus je kan het helemaal naar smaak brengen zoals jij wil. Het is 100% biologisch. Geen toegevoegde suikers en geen kunstmatige stoffen. Dus het is helemaal chill. En ik heb de Summer Collection ontvangen. En als je het ziet, word je gewoon al helemaal blij. Even serieus. Dit is gewoon een feestje om binnen te krijgen. Ik vind het zo leuk. Blueberry lemon cake, choco strawberry, choco cocoa, summer muesli en de pink granola. Echt. Dit is gewoon al leuk om als cadeau te geven. Even serieus. Het ziet er zo leuk uit. Het is echt een point. Maar wat dus de summer collectie heeft, zijn hiervan de minis. Dit is zo ontzettend lief. Vet handig. Ik ga super veel op vakantie deze zomer. Dus hoe handig is het om zo'n minietje mee te nemen in je koffer of in je tas. Een kant-en-klaar yoghurtbakje kopen. Kan je meenemen naar het strand of whatever. En dan kan je het gewoon eten. Nou, ik vind het echt een uitvinding. Ik heb een persoonlijke pagina waar je op kan klikken. De link staat in de beschrijving. En bij een minimale besteding van 10 euro krijg je dus deze minis er gratis bij. Hoe vet leuk. Dus kan je het ook even uitproberen of je het wat vindt. Ik ga voor de blueberry lemon cake. Die lijkt me echt zo lekker fris. Oké, ik heb alvast wat yoghurt gepakt. En wat ik heel chill vind om hier doorheen te doen na het sporten is wat proteïnepoeder. Dan krijg je toch wat extra proteïnes. En ik heb een lekker vanille smaakje. Dus dan smaakt je yoghurt nog wat zoeter zelfs. Dus een beetje proteïnepoeder, vanille. En dat meng ik er doorheen. Dit is ook echt Stan's favoriete ontbijtje. Altijd als hij bij mij eet, maak ik dit. En dan is hij helemaal blij. Dan gaan we deze openen. Ik ben vet benieuwd. Oh, het ruikt echt wel heel lekker. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Ik wil even zo'n koekje proeven. Mmm. Volgens mij is deze heel lekker. Kijk hoe cute het eruit ziet. Heerlijk. Oké, even mengen. Mmm, heel lekker. Het is, maar het is super lekker. Mmm. Het is echt top. Nou, sporten. Dan zit ik ook gewoon lekker een beetje vol tot de lunch. Ik ga dit even lekker opeten. Ja, ben je nou benieuwd en wil je de gratis minis? Vergeet zeker niet hieronder mijn pagina te checken. En de kortingscode te gebruiken. Die zal hier in beeld staan. Eet smakelijk. De meid is weer in Amsterdam. Ik wou gezegd wat ik aan heb en zo, volgens mij niet. Superleuk jasje van Anna. Ik weet niet waar die van is. Stopjesje kuil, broek van de Bergska, tasje van Naked. Helemaal cute. Dresscode is white. Dus ik ben in het white met details. Leuke oorbelletjes in. Ik ben in een kantoor aan het lopen en dan meet ik de meiden daar. Ga ik even helpen versieren en zo. Wordt helemaal leuk, want het is echt super mooi weer. Check it out. Ik ben op kantoor en we zijn helemaal. Ik ben eigenlijk niet zoveel gestresst, maar de meiden wel. Maar het komt helemaal goed, hè? Ja, dit is mijn outfit. Ja. Dus helemaal gestresst, komt helemaal goed. Ja. Dus we zijn in de white. Het gaat zo leuk worden met opbouwen. Ja, ik heb echt zin in. We gaan het lekker filmen. Nee. Hoe dat? Ja, we gaan nu een emmer met water, want we gaan de vaas vullen. De schaar nodig. Ik ga je bloemen knippen. Komt helemaal goed, jongens. Ja, Cecile regelt het. Ja, je gaat het niet allemaal filmen. Ja. Nou, jongens, kijk eens hoe leuk. Helemaal mooi geworden. Echt, hoe cute. I freaking love it. Daar is een andere boot, daar is zie. Helemaal de shit. Leuk. Close-up bij dat je, maar dat doen we al die andere tafel. We moeten nu wel echt gaan hier komen. Ja, maar we hebben hier nog genoeg, hè? Dus 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dan kan er eentje terug. In dat... We ready.
moeten wij niet helpen met freshers die kennen. Maar ja, onze USP is een beetje biologisch. En dus we hebben 3 tot 500 gram groentes is ongeveer 3 tot 4 bladeren per dag. Om Nederland genoeg groenten binnen te laten krijgen, ja, dat doen we door middel van extra hulp. We hebben een pure gembershot. Cheers! 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 Holy. Oh my god. Wow. Nou, zo proeft dus gezond. Nou, ik heb de helft nog. Oh. Nee, dat is niet normaal. Water jongens, water. Als je maar denkt, dit is heel heftig. Dit is te heftig. Ja, maar dit is wel even andere koek dan Albert Heijn. Dit is niet goed. Meestal als je een shirtje haalt in de supermarkt, dan is het gewoon... ...op de zijkant zien staan en dat is eigenlijk een abonnement op een sloep. Dus dat zijn deze boten. Dus voor een vast bedrag per maand of per jaar, dan kan je deze boot gebruiken. Dus dat is ideaal voor iedereen die misschien ooit een boot heeft gewild, maar het aankoop misschien ja, toch een beetje... Ja, eigenlijk is dat... Nou, we hebben nu lekker yoghurtje met de granola. Dan zo'n 2 lagen met de granola. Ja, pumpkin spice. Hij is echt lekker. Geen suiker. Echt ziek. En dan net nou, die gembershot jongens, ik dacht dat ik bijna dood ging. Het is echt gewoon pure gember. Bizar. Nou, ik heb nu dus het sapje. Dit is ook wel zeggen carrot cake. Het lijkt net alsof dat er staat, eerlijk. Ja, dat zou lekker zijn. Carrot care is het. En dat is echt super lekker. Ik wil eigenlijk ook even die gele proeven nog. Ja. Yum. En we zijn lekker door de grachtjes aan het varen. Dus dat is echt helemaal chill dit. Ik moet echt met mijn boven. Die is lekker. Heel venkelig. Oh ja, nee, ik hou helemaal niet van venkel. Dus dat is al niks voor mij. Ik ben blij dat het oranje heb. Granola. Granola is de pumpkin spice granola. Granola met groenten. 100% biologisch, suikerarm, ambachtelijk. Suiker. Suikerarm. Deze nou, nieuw... is een bron van eiwit en zit vol met pompoen, noten, pitten en zalen. Eetips met plantaardige melk. Nou, nieuwe advertising. Let's go. Oh my god, wat een stress en gaas. Het was trouwens wel echt een vet leuk event. Het was zo gezellig. Niet normaal. Maar ik ga dus nu iemand interviewen voor mijn scriptie. En die... Ik woon ook in Amsterdam, dus ik heb nu de Uber naar haar genomen, maar de Uber moet nog 5 minuten wachten. Het was echt een helemaal geslaagd event en ik moest nog langs het kantoor, want hier lagen dus alle spullen. Ik had eigenlijk beter mee kunnen nemen, maar ja, maakt niet uit. Dus ik wacht net op de Uber dat hij er is. Andere spullen. Komt helemaal goed. Wat een gestres, my god. Alright, het is alweer 7 uur. Ik had net het interview gehouden in Amsterdam en ben ondertussen alweer thuis geweest. Ik heb even mijn spullen gepakt, want ik bleef vanavond weer staan slapen, want het was ouders op vakantie. Dus we gaan nu ook lekker samen eten, maar het is echt al 7 uur, dus we moeten nog koken. En we gaan gewoon een simpel broodje hamburger maken. Ja, we hebben ook geen zin om te koken, joh. Dus gaan we naar de supermarkt, rij ik langs en dan ga ik de spulletjes halen. Een beetje koepijn, ik heb niet zoveel water gedronken vandaag. Dus dat is het denk ik een beetje. We nemen vanavond lekker sapies. Morgenochtend lekker sporten. We hadden die sportspullen mee. Echt, oh, ik haat daar echt over nadenken met al die spullen en zo. Maar ja, helemaal gezellig. Oh my god, trouwens wat ook iets heel dom is. Ik denk met mijn goede gedrag, ik ga lekker met het OV. Heb ik geen parkeerkosten, wat heel kut is in Amsterdam. Überhaupt parkeer is kut. Hele dag in Amsterdam staan, want ik was vanochtend al om 11:30. Lekker met OV. Opeens, ik check mijn OV in en die poort gaat af. Ik denk, wat is dit nou weer? Ik heb gewoon student OV. Daar heb ik eigenlijk gewoon heel die rit betaald. Dan stond echt gewoon nog super veel geld om OV. Want ik gebruik dat gewoon nooit. Omdat het hemelvaart is. Echt, my god. Nou, ik denk, godver, van net zo moest ik al die... Gewoon al die treinen weer betalen en zo. Helemaal kut.
Dus IJsland heb ik geen klote aan gehad. En alsnog veel betaald. Dus ik kon dus goed gewoon heel nog in parkeren in Amsterdam. En lekker met de auto. Maar goed. Zo, wij hebben even betaald. Lekker eten. Gepofte aardappel. Broodje hamburger. Nou, wat wil je nog meer? Hoi allemaal. Het is alweer vrijdag. What the fuck? En het is al 4 uur. Ik werd vanochtend toevallig bij Stan. En als ik laat wakker word, dan begin ik mijn dag gewoon kut. Want ik werd pas om 11:30 wakker. Toen heb ik daar een beetje gechilled tot 12 uur. Toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik aan school gezeten. Tot 4 nu. En nu ga ik sporten. Dus het is echt gewoon niet zo'n chille dag in het ritme of zo. Ugh. I freaking hate it. Maar ja. Oké. Okay. Ik ga nu dus sporten. Wel mega veel zin in. Lekker armpies. Daarna ga ik lekker douchen, klaarmaken. En ga ik vanavond een mukbang filmen. Sushi mukbang, yes! Dus super leuk. Helemaal zin in, super gezellig. Dus ja, ik heb een beetje haast, dus ik ga. Oké, ik ben helemaal opgemaakt. Helemaal chill. Wil je binnenkort een detailed everyday make-up routine? Let me know. Want dan ga ik het laten zien. Welk product ik gebruik en zo. Helemaal fan van mijn producten de laatste tijd. Maar ik ga nu naar Stan en... daar ga ik lekker mukbangen met de meiden. Helemaal zin in. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. Ik heb echt flinke barstende koppijn. Ik heb helemaal niet meer gevlogd of zo. Ik heb lekker sushi mukbangetje opgenomen met de girls. En daarna gingen we wijnen. En toen hadden we Sofie uitgenodigd en Bo. En toen kwam Stan en Daan en Volkert. En toen kwamen we er nog echt... een paar bij, dus het hele huis zat vol en we gingen lekker zuipen en spelletjes spelen en het was helemaal gezellig, dat zeker. Maar ja, toch wel weer aardige wijntjes op en ik dacht echt dat ik niet veel had gedronken, maar van mij kreeg ik natuurlijk zo'n snelle barstende koppijn, joh, dat is echt niet te geloven. Zo, die auto voor me, die is helemaal kapot. Dus, maar ja, we staan er wel en ik ga lekker sporten, wel om 11 uur, we hadden eigenlijk om 9 uur afgesproken. Nou, 11 is ook helemaal prima. Maar ik ga Nina nu ophalen, want die is bedaan. Ik ga ook sporten. Ik heb wel zin in. Ik heb wel zin in. Ik zie er niet uit, maar we don't give a fuck. Ja, helemaal zin in. Vandaag ga ik verder aan school. Ik moet echt aan school zitten. En ik ga met de girls uit in Amsterdam. Maar ik ga denk ik wel boppen. Want ik moet echt veel aan school nog doen. Dus ja, ik denk dat het verstandig is als ik wel even ga boppen. Want ik ken mezelf. Zo'n avond als gisteren gaat het al fout. Dus dan gaat het een avond in Amsterdam in de club al helemaal fout. Gelukkig ken ik mezelf langer vandaag. Nou, we hebben een heerlijke sport. Echt zo fucking chill. Heerlijk. Mijn dag begon ook als... ook even een keer bijna een routine. Ja, we hadden even lekker zo'n programma aangezet voor buikspieren. En even lekker gaan lopen. Echt van alles wat gewoon een beetje. Ruggetje. Rug inderdaad nog aan. Dus helemaal chill. Ik ga dan naar huis en eten. Ik ben zo fucking honger. En daarna school zitten. Zo, ik heb lekker een tostietje gemaakt. Een inspired tuna avocado van Joe & The Juice. Met dus avocado. Pesto, kaas, kipfilet, pas van tonijn. En grappio's, die moeten erop. Die moeten erop. Ik heb even een koffietje aan het zetten. Hier, hoe de buurt. En dan ga ik het lekker opeten. En ik moet de hele dag naar school. Zo geen zin in, jongens. Het moet maandag de deadline. Ja, ik ga de deadline wel halen hoor. Maar ik moet nog wel even. Laatste minuutje op de i, zeg maar. Oh, jongens, ik heb echt vanmiddag heerlijk voorbij geslapen. En net heel veel van school gezeten. En ik moet nu even spullen pakken, want ik ga naar Anne daar klaarmaken en eten. Dus ik moet even mijn oplader, waar is die? Oh hier. En ik moet mijn outfit uitkiezen, ik moet al mijn spullen pakken. Het is helemaal weer kut dit. Maar ik heb wel voorbij geslapen, dat scheelt echt heel erg. Mijn haar ziet er nu niet uit, omdat ik met dat haar geslapen. Nou, fuck my life. Wat ga ik vanaf aan doen? Help! Please help a friend out. Because. Yeah. I don't know. Ik ben met Annie. Hey. En wij gaan lekker uit in Amsterdam. En
ik ga me daarvoor opmaken. En ik gewoon echt everyday. Ik ga niet helemaal vliegen. Ik ga ook niet heel heftig. Want ik vind mijn outfit al best heftig. Dus dan wil ik gewoon even. Ik heb echt mijn gewoon eigenlijk hoe ik net was, maar dan. Ik ben nu aan het afvallen. Nee. Eigenlijk hoe ik net was, maar dan iets meer. En gewoon even fris. Ja, gewoon even fris, mooi. En ik laat jullie mijn favoriete producten zien. Ik heb bijna al mijn producten van Looks Fantastic. Ik heb eigenlijk al mijn favoriete merken. Ja, dit is fantastisch. Ik hoor mijn show. Foto! Ik begin letterlijk met mijn favoriete combo ever. En dat is van Elizabeth Arden, de 8 Hour Cream Lip Balm. En de... Creme. Dat is echt de beste die er is. Ja, dat is niet normaal. Het is gewoon, ik heb die lipbalm heb ik nu al een half jaar of zo. En hij is gewoon nog steeds heel vol. Ja. Ik heb gewoon echt... Maar die voelt echt heel goed. Dat is niet normaal. En die eet oude cream nu een beetje op droge plekjes en zo. Dus dat is helemaal chill. De batterij is bijna op. Oh, ik zag het in de spiegel. Ik zag knipper. Oké, mijn batterij is bijna leeg. Fuck my life. Dus ik ga het even een andere keertje... voor jullie filmen, maar ik heb dus mijn product van Looks Fantastic. Ik ga een keer uitgebreide tutorial geven. Oké, this is the final look. Wij zijn er ook lang. Dus let me know of jullie binnenkort... Ik wil edit maken. Ik ben ook met mijn andere kattenpataat. Kom, wel laat even zien wat we aan hebben. Want we hebben echt helemaal leuke outfitjes aan. Oké. Ik begin wel. Pak je shine. Ik heb als eerst mijn Nuno bag. Dan deze broek van Chiquelle. Leuke split. Blue Not Flare. Schoenen van Naked. Topje ook van Chiquelle trouwens. Waar is deze jas van? Hé, waar is dat kobertje van ook weer? Ja, dat is hetzelfde verhaal als het andere leuke jasje. Van een random website. Volgens mij heb ik deze gezien bij Gaia Collection. Gaia. Gaia is hem ook, maar Tessie had... Nee, wie had hem wel meer? Heel veel webshops hebben. Ik heb maar één over elkaar. Maar kijk hoe goed het bij elkaar past. Die blauw is gewoon precies zo'n kleur als mijn top. Oké, nu is het niet, want Nina heb ook echt een heel leuke outfit aan. Flairtje. Zwarte flair. Topje van de Haan, hè? Hij is echt heel leuk, dat topje. En Colbertje voor een beetje, ja, is een beetje bloot, hè? Ja. Beetje zo. Dus dat. Nou, de girls zitten in de auto. Lekker onderweg. Deze is lekker wel naakt. Nee joh. Oh, Anne heeft nog niet de outfit laten zien. Top, Tessie. Broek, My Journey. My Journey. Zo, dat rijmt. Tessie. My Journey. My Journey. Ik ben de bot, maar Anne rijdt. Nou, ja, maar we hebben nu nog niet gedronken, dus. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar we zijn onderweg naar Cecile, haar birthday. Helemaal gesteld. Zondag. Het is alweer 3:30, dus ik zeg morgen, maar ik kan beter gaan zeggen goeiedag. Goedendag. Ik ga vandaag aan school zitten. Mijn dag begint nu pas. Ik heb lekker uitgeslapen. Dus dan ik moest werken om 3:00. Ik heb even lekker gedoucht. En ik ga nu aan school zitten. That's it. Dus dan moet werken tot 10:00, dus ik wacht op hem. Ik ga hier even wat eten. Super saai dag. Super saai. Ik vind zondag ook altijd echt geen leuke dag. Ik vind zondag echt super saai. Ik heb een beetje aan school gezeten. En ik ga nu lekker Gossip Girl kijken. En pizza eten. Ik heb pizza tonijn. En ik heb zo lang niet zo'n pizza op. Zeg maar. Gewoon. Een diepvries pizza. Maar het is zo lekker. Ik eet gewoon nooit. Maar ik eet dat thuis gewoon nooit.
Als pizza eten, mijn moeder had zelf. Mijn moeder is echt van het zelf koken en zo. Dat is leuk. Maar soms is dit ook gewoon heerlijk. Gewoon lekker op een zondagavond. Met Gossip Girl. Is dat toch geweldig? Alright, het is inmiddels nog 9:15. Ik heb lekker sushi mukbang geëdit. En die gaat lekker weer online. Ik wil hem eigenlijk vandaag online, maar geen tijd gehad. Ook helemaal prima. Ik heb zo'n dorst. Dus dan die komt als het goed is zo thuis. Dus gaan we denk ik lekker Tampa USA kijken, want daar zijn we nu aan begonnen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Van de vlog. Ik lijk wel een witte boog. Gadverderi. Ik moet echt heel veel van de zonnepak. Of even een ter eventje opgooien. Want het gaat niet goed. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond de week weer hartstikke leuk. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet met supporten. Like, subscribe, deel. Follow me on the gram. You know. Dankjewel. En tot de volgende keer. Doei doei.